Ik moet jullie eens vertellen. Ik ben de meest gehaaste YouTuber van Nederland. Elke YouTuber kotst me uit. Elke YouTuber haat me. Niemand geeft me meer een hand op mijn vent. Ik ben er klaar mee gewoon, ja. Maar het is wel de hoogste tijd om de meest gehate YouTuber van Nederland te worden. Jij moet sowieso even deze video een dislike geven. Dit kanaal is officieel dood. Alsof ik dat nog nooit om heb gevraagd. Want waarom wil ik de meest gehate YouTuber van Nederland worden? Kijk even naar Armor Was Right. Armor Was Right is ooit de meest gehate YouTuber van Nederland geweest. Maar eindstand is hij wel weggekomen met internationale samenwerkingen. Denk hierbij aan 6ix9ine. Denk hierbij aan Soulja Boy. En daarnaast gaan nog veel meer komen. Funke Louise is ooit de meest gehate chick in Nederland geweest. Kijk naar haar nummers. Ze heeft meer dan 250.000 dislikes gepakt. Maar maakt het sens? Nee, dit maakt helemaal niks uit. Want als je even kijkt, ze heeft al even een relatie met Ronnie Flex. Ja, dat is hetzelfde als ik de meest gehate YouTuber ben van Nederland. En ik heb ineens een relatie met Beyoncé. En ik ben rijk. Een miljonair. Multimiljonair. Oftewel, wees de meest gehate YouTuber van Nederland. Het is 20 maart. En dit betekent dat jullie moeten stemmen op de meest gehate YouTuber in Nederland. Dit kan op Delhi. Dus doe dat nu. Maar als we even verder kijken naar Fabiola Volkers. Ze gaat dan niet internationaal. Maar ze gaat wel dik. En ze pakt wel heel veel saaf over de ruggetjes van kleine hatende kindjes. Waarom? Omdat zij de meest gehate YouTuber van Nederland op dit moment is. Ik bedoel social influencer, maar oké. Dat maakt helemaal niet uit. Het is haat en haat betekent sensatie. Dus is het erg om de meest gehate YouTuber van Nederland te zijn? Nee, helemaal niet. Je kunt het maar beter wel zijn. Want waarom? Jij krijgt tenminste goed betaald. Jij krijgt tenminste goede contacten. En jij kan internationaal gaan. En je kan even een relatie nemen met Beyoncé. Dus ja, waarom zou ik niet de meest gehate YouTuber van Nederland willen zijn? Haat is dan te veel aandacht. Maar ik sta hier lekker vandaag eventjes op het pleintje samen met Armo. En ik wil even Armo een paar vragen stellen. Hoe komt het ooit dat jij de meest gehate YouTuber van Nederland bent? Nou kijk, weet je wat het is? Ik ben de meest gehate YouTuber van Nederland omdat ik alleen maar fake pranks maakte kill. En daarnaast maakte ik ineens muziek kill. Mensen vinden mij schande. Maar goed, ik kijk even met wie ik samenwerk. 6ix9ine, alle andere jonge kill. Oké, duidelijk. Armo, wir lieben dich. Kill, ga je zeggen dat ik Duits ben? Oh, wacht, stiekem ben ik goed Duits, kill. Ik ga gewoon lekker internationaal, dus Duits is er ook een vorm van, ja. En zijn jullie al naar de Dolfijnen Show geweest? Ja, maar kill, hou nou eens even je bek, kill. Ik kan je niet meer serieus nemen, nou. Edgy, ga weg, man. Oh. Oké, jammer. Maar goed, wij staan hier naast onze volgende kandidaat, Snapking. Snapking, ik heb een paar vragen aan jou. Hoe ben jij ooit zo goed ineens uit de wereld geholpen? Oké, wacht, jij bent irrelevant. Jij hebt nog steeds geen contacten, jij hebt nog steeds niemand. Ik ga wel verder zoeken. Funke Louise, hoe zit het bij jou? Hoe komt het dat jij in één keer zo bekend bent? Hoe komt het dat jij met Ronnie Flex een relatie hebt? Door eerst over Sunny te zingen in mijn money, toen door een drek te verkrachten op Vroom, daarna Busy gebruikt om mijn tekst te schrijven, toen met Ronnie op de motor liggen, ontslag genomen bij Busy zonder het te laten weten en de hoofdreden dat hij op mij valt, is omdat ik meer oksel haar heb als hem. Oh, dankjewel. Dit wou ik precies horen van je. En Fabiola, maar die pakte fame over mij. Mijn okselhaar heeft de wereld opgeblazen. Oh ja, die Instapagina's natuurlijk. Maar je hebt wel mooie okselhaartjes, toch? Nu ga ik mijn zwetende oksels die naar rotte ei ruiken in je gezicht stoppen. Oh nee, ga maar weg. Niet in mijn gezicht. De volgende foto wordt letterlijk de afro-kapsel van Ronnie Flex die ik onder mijn armen heb zitten. FF hemtaan, date, uitrekken en geurtjes verspreiden. Nou oké, dat is geen succes. Leuk dat je met Ronnie Flex hebt. Maar Ronnie Flex wil wel even jouw okselhaartje in zijn gezicht krijgen. Nou goed. Joey Bravo, hoe zit het bij jou dan? Oh wacht, jij bent irrelevant. Laten we doorgaan lopen, niks aan. Apollo, waar de fuck ben jij in één keer gebleven? Van bekend zijn ben je ineens doodgeschoten ofzo. Oh wacht, dat is toch fake. Fabiola Volkers. Ja, wat is er? Hoe komt het dat jij zo bekend bent en zoveel geld verdient? Nou, omdat ik de meest gehate social influencer ben op dit moment. Oké, interesting. En ik deed mee met Temptation Island. We kunnen de haters niet hebben hoor. Oh, oké dan. Maar nu wil ik even jullie vragen, waarom haat jij mij zo erg? YouTuber A, YouTuber B. Het gaat van de kleinste YouTuber tot Enzo Knolman. Maar goed, wees de meest gehate YouTuber van Nederland en dan komt alles goed. Stem nu, 20 maart. Morgen komt er een fake prank op mijn kanaal. Gelukkig niet. Ik sluit hier bij de video af, want 2200 mensen zijn overleden na het kijken van deze video. En dat wil ik niemand aandoen. Later.